De Arnhemse burger Bettina Achterhuis overhandigde woensdagmiddag bij het stadhuis namens 5035 Arnhemse burgers een petitie met handtekeningen aan fractievolger van Arnhem Centraal, Martijn van Butselaar. De Arnhemmers protesteerden tegen de invoering van het DIFTA-systeem bij de vuilnisophaling. Namens 5035 bezorgde Arnhemse burgers wil ik de petitie overhandigen aan Martijn van Butselaar van Arnhem Centraal. Bij deze, alstublieft. Hartstikke bedankt. Ik zal zorgen dat het terechtkomt bij de gemeenteraad. Ik hoop dat we het nog samen kunnen doen. Het is door de coronacrisis dat we dit nu op deze manier moeten doen. Het was natuurlijk mooi geweest als je hem direct aan de burgemeester had kunnen aanbieden. Aan de gemeenteraad had kunnen aanbieden. Maar hartstikke bedankt, want wij maken ons als Arnhem Centraal ook heel erg druk over het afvalbeleid. Waarom heeft u deze petitie aangeboden? Ik zag al een tijdje in Arnhem overal het afval opstapelen naast de containers. De mensen die krijgen alle kosten voorgeschoteld die door de fouten van de gemeente Arnhem eigenlijk zijn gemaakt met de invoering van die hele DIFTAR. Ik ben gewoon voor afvalscheiding aan het einde, zeg maar. Dus dat mensen gewoon hun afval kunnen plaatsen in de containers zonder ervoor te hoeven betalen dan op dat moment. Maar wel gewoon een bepaald bedrag per jaar dat er in rekening gebracht wordt. U bent boos dat u als burger de kosten doorberekend krijgt. Ja, dat klopt. Het bleek dus dat het helemaal niet door de gemeente over nagedacht was dat er ook een privacywetgeving aan die pasjes vastzit. En doordat ze dus doordat het allemaal uitgezocht moest worden, moest ook dat uitgesteld worden. En die kosten van het uitstellen, dat wordt dus ook weer op ons burgers verhaald. Terwijl het bij sommige mensen ook helemaal niet mogelijk is. Onder andere in hoogbouw. En die hebben niet eens een GFT-container om het GFT-afval in te kunnen doen. Dus dat moeten ze dus bij het restafval doen. Met andere woorden, waar ze dus extra voor moeten gaan betalen. U bent ook boos over de rotzooi die nu ontstaat doordat mensen afval en grofvuil dumpen bij de ondergrondse vuilcontainers. Ja, het was eerst zo dat die openingen gewoon genoeg waren voor een 60 liter zak, zeg maar, de grote openingen. En er konden mensen ook best wel een hoop andere, zeg maar, afval nog in kwijt. En dat gaat op dit moment niet meer, want die afval, die openingen, die zijn dus allemaal verkleind voor een 30 liter zak. Dus die mensen die gaan dus alles wat groter is, zeg maar, die gaan ze er dus nu gewoon naast zetten. Plus het feit dat we nu ook in coronatijd leven en mensen die zijn massaal thuis, die zijn dus ook aan het opruimen geslagen en die kunnen dus hun afval dus op geen enkele manier bijna kwijt. Ook mensen die geen vervoer hebben, zeg maar, om naar een afvaleiland te kunnen rijden. Ja, en dat gebeurt dus nu dat alles dus naast die ondergrondse containers gezet gaat worden. Dat zag je al van tevoren, zeg maar, ook al voor de corona zag je dat ook al gebeuren, maar het is nu nog een graadje erger geworden daardoor ook. En ja, het ziet er gewoon niet uit in de wijk. Het is ook vies, het is smerig, het trekt ongedierte aan. Er zijn bij flats zijn al ratten en muizen gesignaleerd bij de afvalcontainers. En het stinkt natuurlijk. En het wordt nu weer wat warmer. Dus ja, dat gaat lekker broeien allemaal. En dat is gewoon niet bevorderlijk voor de gezondheid ook. U heeft net de handtekeningen in ontvangst genomen. Waarom ondersteunt u dit? Wij van Arnhem Centraal zijn al langere tijd tegen dit afvalbeleid. Wij zijn voor nascheiding. Dus wij ondersteunen deze actie, want de Arnhemmers zijn bezorgd over het toenemende aantal afval wat langs de straat verschijnt, wat in het stadsbeeld verschijnt. De toenemende aantal dumpingen, het grof vuil wat zich her en der opstapelt. Dat is een gevolg van dit beleid, want mensen die hebben de grof vuil naast gezet en toen gezien van, hey, dat wordt gewoon opgehaald. En dat hebben buren gezien. Die denken, hé, dan kunnen we het ook gewoon neerzetten. Waarom zouden we Suez moeten bellen? En zo is het verhaal eronder gegaan. En nu is het een groot probleem geworden in de stad. Want her en der staan enorme bulten grofvuil. Maar ook gewoon huisvuil. Dus wij ondersteunen deze actie van Bettina. Ondersteunen wij. We vinden het jammer dat ze deze niet rechtstreeks aan de gemeenteraad heeft kunnen aanbieden. Want dat was mooier geweest. Alleen ik heb contact gehad met de griffier van de gemeente Arnhem. En deze heeft me gezegd dat door de coronacrisis voorlopig de kans klein is dat er een vergadering plaatsvindt. Waarbij mensen gewoon naar binnen kunnen komen. Dus zodra dat er weer is, dan zullen Bettina en ik samen het aanbieden aan de gemeenteraad. Mocht dit voorlopig nog niet het geval zijn, om toch de gemeenteraad te laten zien dat dit gebeurt, is het mooi dat er aandacht voor is. En dan zal ik ze aan de gemeenteraad aanbieden.
Arnhem Centraal heeft een motie ingediend om te stoppen met de invoering van Diftar. Waarom? Omdat wij zien dat er in andere steden, bijvoorbeeld Amsterdam afgelopen week, Utrecht, die begint nu terug te komen op dit systeem. Rotterdam was al veel eerder. Dat is de reden omdat wij zeggen van leer nou eens van andere steden. Maar ook dat wij al meerdere malen in de raad, in de raadsvergaderingen of in commissievergaderingen, hebben aangegeven van Diftar zorgt gewoon voor een enorme vervuiling van het stadsbeeld. En daar maakten wij ons heel erg zorgen om. Het is de leefbaarheid in de wijken. De burgemeester heeft het al meerdere malen aangegeven in diverse programma's en ook in diverse media. De leefbaarheid, met name in de krachtwijken, is heel erg belangrijk. Voor het leefgenot, maar ook voor het samenhorigheidsgevoel. En dan kunnen beelden die we nu tegenwoordig voorbij zien komen met enorme beelden afval, die kunnen gewoon niet.